meisje. Hey, hallo. Superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe action video. Voor wie nieuw is op dit kanaal, ik ben Marloes. En druk alvast even op die abonneerknop, zodat je geen van onze video's meer mist. Ik ben in ieder geval heel blij dat je deze niet hebt gemist, want dit wordt lachen. Het EK staat voor de deur. Dat betekent dat we ons in het oranje of in het rood-wit-blauw gaan hijsen om ons Nederlands elftal aan te moedigen. En daarom ga ik vandaag de topscorers van het action assortiment voor het EK laten zien. Onder de 5 euro. En voor onze Belgische kijkers, bij jullie in de schappen liggen er ook voldoende spulletjes om de rode duivels aan te juichen. Dus kijk zeker ook even in de winkel. Nou, laten we gaan kijken naar die EK-toppers voor onder de 5 euro. Oké, wat hebben we hier? Een pruik. 3,99 euro kost hij. Hij ziet er vrij explosief uit. Ik ga hem gewoon even proberen. Oh, ik voel me echt heel beautiful. Heel top deze. Er zijn gelukkig ook nog andere varianten. Met rood, wit, blauw en oranje. Fantastisch. Ik hou dit op. Ik vind het helemaal leuk. Ik ben klaar voor het eerste doelpunt. Hier heb ik hopelijk alvast mee gescoord. Dus laten we gaan kijken naar het tweede item. En dat zijn deze folieballonnen. Oh, eentje met het woord Holland. En eentje met een voetbal. En deze kost 1,99 euro. En die andere kost 79 cent. 2 hours later. Nou jongens, ik ben helemaal oranje aangelopen na het opblazen van deze gigantische ballon. Maar het is wel echt de topper van het ding. Kijk wat een joekel. En Holland ziet er dan zo uit. Moet je wel alle letters voor zich opblazen. Wel echt heel leuk. Next van het elftal is dit ding. Ik vind het nu al helemaal leuk. Het is dus een diadeem. Als je erin knijpt, die oortjes van gaan bewegen. Dit is en heel cute en gewoon heel leuk. Zo heb je dus gewoon 4 handen om mee te juichen als er een goal gescoord wordt. Deze diadeem kost 2,49 euro. Nou, deze heb ik al kennis meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Want de jongetjes in mijn buurt zijn echt helemaal dol op dit lawaai-monster. Want zo kun je het wel noemen. De toeter kost 1,39 euro. Je zet hem zo zelf in elkaar. En het mooie van dit ding is dat het dus geen gasfles is, maar dat hij op luchtdruk werkt. Als er dus gescoord is, dan... Oh. Dat is best wel luid voor een luchtdruktoeter. Echt cool dit ding, want hij maakt echt een hels lawaai. De hele buurt weet gelijk dat er een doelpunt gescoord is. En dat voor een kopie. Nederlanders staan natuurlijk altijd bekend om hun gekke accessoires. En dit is hier wel echt een heel goed voorbeeld van. Dit is een Hup Holland Hup muts. Nou, dit is toch een feestje? €3,99 voor deze leukert. TK is niet compleet zonder deze. Oké, deze kennen we natuurlijk allemaal. Dat is een klassieker. Een voetbalshirt om het Nederlands elftal in aan te moedigen. Holland aan de achterkant. Nummer 14, die kennen we allemaal. Hij kost €4,69, dus daarvoor kan je hem echt niet laten liggen. Er zijn naast dit shirt voor mannen zijn er ook nog allerlei andere shirts voor vrouwen en voor kids. Er is zelfs een heel leuk jurkje en een heel voetbaltenue voor een jongen. En voor vrouwen zijn er ook nog van die witte t-shirtjes met tekst erop. Helemaal leuk. Ik ben echt helemaal in stemming al hier, want ik zie het volgende product al liggen. En dat is ook weer echt een leuker. €2,29 kost deze pet. En als je hem ziet denk je, nou, oké, leuk oranje pet. Maar deze pet is bijzonder, want je kan er namelijk iets heel leuks mee. Oké, zo moet het dus. En dat is dus heel leuk om te proberen als het rust is. Want het is best een uitdaging, zoals je ziet. We hebben hier een Hollands sjaal. Het is niet wat je van een sjaal gewend bent. Maar het is zeker een leuk accessoire om een Nederlands elftal aan te moedigen. Hij kost 89 cent. Nou, dat is echt een kopie. Zo, ik ben er helemaal klaar voor.
Laten we maar doorgaan naar het volgende item. En dat is deze gezellige diadeem met bewegende balletjes. Hij kost nog niet eens een euro, 99 cent. En dit is echt zo'n ding dat ik op zou zetten met het EK, want ik vind dit gewoon heel erg leuk. Het volgende item is een vlag. En ik heb het idee dat dat een beetje het broertje is van deze sjaal. Daar komt die. De vlag kost 1,49 euro. Echt een kopie, weer zoals we van Action gewend zijn. Oeh, en hij is best wel groot ook. Je kan deze joekel van een vlag dus aan de vlaggenmast hangen om te laten zien dat je voor Nederland bent. Je kan hem ook gewoon heel leuk als cape dragen. Dat zou waarschijnlijk mijn voorkeur hebben. En er zitten hier ook twee oogjes, zodat je hem aan elkaar vast kan maken. Joe! Ik moet nog even oefenen op het aanmoedigen van Nederlands elftal, geloof ik. Deze zie ik dus al de hele tijd liggen. Hij kost 69 cent en ik heb zoveel zin om dit ding af te knallen. Dit is een confetti-kanon namelijk. En er zitten rood-wit-blauwe confetti's in met voetballetjes. Dus hij is speciaal voor het EK gemaakt. Oké, ik verheug me dus hier al de hele video op. Dus score sowieso zo'n confetti-kanon, want dat is pas echt feest. Ik ben heel benieuwd of hij ook echt heel hard knalt. Hij heeft dus hier van die pijltjes staan. Die moet ik zo van elkaar afdraaien en dan ga ik confetti knallen. Oké, 3, 2, 1. Olé, olé, olé. Ik ben hier natuurlijk weer niet sterk genoeg hoor. 3, 2, 1. Ja, mensen. 3, 2, 1. Die moet je dus gewoon echt... Nee, je moet niet knallen op mij, hè? Dat waren ze alweer. Dit was een elftal aan echte EK-topscorers. Ik ben heel benieuwd hoe jij het EK gaat vieren en wie je denkt dat er gaat winnen. Laat het ons even weten hieronder in de reacties. Ik ben heel benieuwd hoe jij je EK gaat vieren. En zorg dat je je abonneert, zodat je geen enkele van onze video's meer mist. Doe vooral een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ik hoop je een volgende keer weer te zien. Tot dan! Doeg!